Als laatste spreker wilde ik van het expertblok wilde ik uitnodigen Frans Paul van der Putten, de coördinator van het Klingendaal China Center, dat recentelijk is opgericht en al lang de China-kenner bij uitstek van het Klingendaal Instituut. Frans Paul heeft die bijzondere kwaliteit van aan de ene kant zich inwerken in domeinen, heel precies de investeringen van China in Nederland en Europa bestuderen en dan een stap terug doen. Waar zien we projecties over 25 jaar uitkomen en wat betekent dat eigenlijk terugredenerend dan voor wat we nu aan het doen zijn? Zijn we op de goede weg? De laatste maanden heeft hij op die manier de Chinese investeringen in de Europese havens nader bekeken, ook in onze eigen Rotterdamse haven. En ik ben benieuwd, Frans Paul, wat jouw inbreng voor het debat op basis daarvan zal zijn. Dankjewel voor deze gelegenheid. Ik leg nog snel even mijn telefoon mijn horloge neer, zodat ik de tijd in de gaten kan houden. Mijn idee om deze gelegenheid te gebruiken om een bijdrage te leveren aan het inleidende deel van deze debatavond is om nader te gaan kijken naar de positionering van Nederland ten opzichte van China. Dus het Nederlandse China-beleid. Het buitenlands beleid van Nederland ten opzichte van China, maar dan misschien ook wat in bredere zin. En om deze gelegenheid te gebruiken, want we zitten hier in een qua tijd is een bijzonder moment, want in mei is er een China-notitie verschenen van het kabinet. En eind deze maand zal er weer een groot debat plaatsvinden, het China-debat in de Tweede Kamer. Dus we zitten nu in de tussenliggende periode en wie weet is datgene wat hier vandaag gezegd wordt, wel van invloed op de Kamerleden die vervolgens daarmee aan de slag gaan in de Tweede Kamer, in dat grote debat. Als ik dan begin met die China-notitie van afgelopen mei, die boordevol belangrijke zaken staat en interessante analyse, daar zit iets in. En dat gaat over, dat is een fragment of een stukje, dat gaat over de constatering dat Nederland en China allebei een verschillend model hebben. Er wordt verder niet concreet heel veel op ingegaan, maar dat is een belangrijke constatering, denk ik, die aansluit ook wel bij datgene wat een aantal dingen die we zojuist ook hebben gehoord en bij gedachten die steeds meer leeft van, ja, kan dat eigenlijk wel? Past dat wel in één wereld? Zeg maar, we delen allemaal samen één wereld. Is daar plaats voor ons model en China's model? Dat roept natuurlijk allerlei debat op. Je kunt al beginnen met de vraag van, klopt dat wel dat het twee verschillende modellen zijn? Maar ik wil vooral kijken naar hoe daarmee om wordt gegaan in de positionering van landen in hun buitenlandse beleid. Ten eerste beginnende met China zelf. China heeft zelf in de jaren 80 al het concept ontwikkeld van één land, twee systemen. Dat is ook iets waar nu vaak naar verwezen wordt. Aanvankelijk was dat door China ontwikkeld om van toepassing te zijn op de relatie tussen China en Taiwan. Maar het is ook toegepast, en daar is het tot nu toe ook feitelijk toegepast, op Hongkong met name, daarnaast ook op Macau. Nog niet op Taiwan, want Taiwan en China zijn natuurlijk nog steeds niet in één land concreet samengebracht. En we zien nu in de relatie tussen China en Hongkong dat dat toch heel moeilijk gaat. Dat is al van de spanningen die nemen al een paar jaar nogal toe. En zeker deze zomer was dat duidelijk zichtbaar. En wat is daar nou een groot probleem? Dus waarom is dat zo'n moeilijke formule? Eén land, twee systemen in het geval van Hongkong. Ik denk met name vanwege twee zaken. De ene is dat de kwetsbaarheden van Hongkong en de kwetsbaarheden van China, want ze hebben allebei hun eigen kwetsbaarheden, die zijn complementair aan elkaar. Dus dat betekent dat China gevoelig is voor wat er in Hongkong gebeurt en Hongkong uiteraard is gevoelig voor wat er in China gebeurt. En het is blijkbaar steeds moeilijker om daar een koers in te varen voor de politici aan beide zijden. Het andere is natuurlijk het grote machtsverschil. Het klinkt heel mooi, één land, twee systemen, maar het is natuurlijk een gigantisch China en een klein Hongkong. Dat machtsverschil, dat moet ook worden meegenomen. Als je dan gaat naar de term die soms de laatste tijd ook wel gebruikt wordt, dat is één wereld, twee systemen. Kunnen wij dus met verschillende systemen in het Westen en in China in één wereldsysteem, past dat bij elkaar? De formule, zeg maar, wat China daarop inbrengt, het idee van China, is het is in feite één wereld met
diverse systemen. Dus het standpunt van China is, de politieke systemen van landen die kunnen heel verschillend zijn. En dat is geen probleem, dat past allemaal best in één wereld. Economisch en cultureel kunnen wij allemaal samenleven, zolang we elkaars politieke verschillende systemen maar respecteren. Dus dat is het officiële Chinese standpunt. Wat met moeite en steeds grotere moeite wordt ontvangen aan westerse zijde. Aan de ene kant heb je de Verenigde Staten, die lange tijd heeft gedacht, er is maar één systeem en daar is sprake van convergentie. Dus langzaam maar zeker zal ook China in dat internationale systeem convergeren met ons eigen westerse, liberale, economisch en politieke model. En nu blijkt, nu wordt hardop gezegd, sinds een paar jaar in de Verenigde Staten, dat dat toch niet gaat gebeuren en dat het ijdele hoop is om daar maar op te zitten wachten. Wordt er nu voor een andere koers gekozen, een radicaal andere koers. En dat is in feite de ware versie van één wereld, twee systemen. Namelijk dat de Amerikaanse regering in toenemende mate erop aanstuurt om twee aparte economische blokken te creëren in de wereld. Eentje waarin de Verenigde Staten en het Westen dominant zijn, maar dat is losgekoppeld in steeds grotere mate van een andere kant waarin China zijn eigen gang kan gaan en waarin de Amerikanen, naar ik aanneem, hopen dat China het zo moeilijk gaat krijgen dat het op termijn toch, net zoals de Sovjet-Unie eerder, besluit om de hele zaak te gaan hervormen en toch maar aansluiting te zoeken bij het Westen. En dan heb je nog de Europese Unie, die daar niet duidelijk standpunt in heeft genomen en niet meegaat met de Amerikaanse nogal radicale koers die op dit moment gevaren wordt, maar die onlangs toch wel heeft gezegd, een paar maanden geleden, dat het China beschouwt als een systeemrivaal. En dat roept natuurlijk belangrijke vragen op. Dat lijkt, als je die term gebruikt, lijkt dat er toch op dat je min of meer het Amerikaanse standpunt deelt. Systeemrivaal, dat zou kunnen betekenen dat er maar plaats is voor één systeem in deze wereld en dat wij met China moeten concurreren, het Westen tegen China, over wie uiteindelijk de winnaar gaat worden en wie dan het systeem mag gaan bepalen van de wereld. Aan de andere kant is de Europese Unie nog niet verder gegaan dan alleen maar die term te introduceren. Dus wij moeten nog maar zien wat daarmee bedoeld wordt en of het werkelijk zo radicaal is als dat het voor mij tenminste lijkt te zijn. Voor het China-beleid van Nederland denk ik dat er op dit moment twee grote vragen zijn, echt de twee kernvragen. De ene is, hoe ga je om met een China dat steeds invloedrijker wordt en steeds dominanter wordt? Wij merken dat we China niet kunnen vermijden. We hebben steeds meer met China te maken op steeds meer verschillende deelgebieden. En de invloed van China is op allerlei van die deelgebieden aan het toenemen. En dan krijg je dus de vraag van, ze hebben een ander systeem, tenminste op een aantal belangrijke punten zijn er grote verschillen. Hoe ga je daarmee om? En dan staat er in het China-notitie dat de basis-uitgangspunt van een Nederlandse regering is open waar het kan en beschermen waar het moet. Dus dat is natuurlijk een mooi leidraad, maar daarmee ben je er nog niet. Want dat roept dan vervolgens weer de vraag op, hoe weet je dan waar je moet beschermen en wanneer je moet beschermen en hoe ver je kunt gaan met die openheid? Dat weten we natuurlijk nog niet. Dat kunnen we ook niet zomaar weten. Dat is ook een ingewikkelde vraag. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst van de toekomstige relatie tussen Nederland en de nieuwe zijderoute. Dus het Belt and Road initiatief, waar zoveel geld aan besteed wordt aan Chinese zijde. Wij zien dat je kunt wel zien aankomen, volgens mij, dat het dilemma voor Nederland gaat zijn van, kiezen wij voor aansluiting daarin? Kunnen wij daar een rol in spelen en daarmee onze positie in de wereldhandel, in de wereldeconomie veiligstellen? Kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam en Schiphol nog steeds belangrijke knooppunten blijven in internationale goederen- en personenverkeer? Maar wat betekent dat voor onze onafhankelijkheid ten opzichte van China? Dus hoe meer je daarin meegaat in dat Belt and Road initiatief, hoe meer economische voordelen dat kan hebben, maar hoe meer van je zelfstandigheid je misschien zal moeten opgeven. Idealiter geef je geen zelfstandigheid op en heb je maximaal economische voordeel. Maar in praktijk moet die afweging gemaakt worden. En hoe weten wij nou wat de juiste afweging is?
Dus ik denk dat is de eerste kernvraag. En de tweede kernvraag, waar we echt ook acuut mee te maken hebben, die gaat niet eens over China zelf, maar die gaat vooral over de vraag hoe gaan wij om met de Verenigde Staten als die eisen aan ons gaat stellen die met China te maken hebben. Want vooral op dat front gaat het nu heel snel. En daar wordt het toch wel dringend om ook antwoorden te hebben. Denk aan de ene kant aan het verzoek van Amerika, als dat nog steeds verder gaat, van die economische ontkoppeling, die ontvlechting tussen de westerse economie en de Chinese economie. Hoe ga je daarmee om als Nederland? En het andere ook heel concreet, dat is de meer militaire kant. Stel dat de Verenigde Staten een beroep doet op Nederland om oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese Zee te sturen en daarbij te dragen aan de openheid en van de vrije doorvaart op zee, waarbij Nederland misschien ongewild betrokken raakt bij geopolitieke complicaties en misschien nog wel erger dan dat tussen Amerika en China. Hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat zijn twee kernvragen. Mijn voorstel is dan ook dat, want we hebben nu die China-notitie, dat is een heel goede stap. Hoe kunnen we daarmee verder gaan? Nou, ik denk dat de taskforce die is benoemd, of die genoemd wordt in de China-notitie, dus dat binnen de overheid, binnen de Rijksoverheid, een China-taskforce wordt opgezet die ervoor zorgt dat alles bij elkaar komt, dat er een lange termijn visie ontwikkeld kan worden op China, dat die taskforce daarmee aan de slag gaat met deze twee vragen en eraan gaat werken om daar antwoorden op te creëren. En dat dan natuurlijk parallel, want dat is wat de overheid kan doen, parallel aan meer maatschappelijk debat en meer politiek debat ook over deze vragen. Want het kunnen niet alleen maar beleidsmakers zijn die de antwoorden kunnen geven.